Ron Jans. Waldenbos krijgt een setje. Kobel. McDonald wilde koppen. Degens was hem de baas. Voorzet Jans. Knal Erwin Koeman. Het is 4-1. Koeman. Eerink nu. Het mag doorgaan. Het is dus een doelpunt. Geen buitenspel van Erwin Koeman, die hier een schitterende openingsfase beleeft. En in de 8e minuut 1-0 voor Groningen scoort. Erwin Koeman na het paasje van Hiddink. Hij scoort en brengt Groningen op 1-0. Nieuwe counterkans. Daar komt Erwin Koeman aan de linkerkant. En die gaat gelijk rechtdoor natuurlijk. Ja, en dan nu de volgende goal. Ja, dus. Zo doet Groningen dat heel snel. Vlak achter elkaar de goals. Nielsen en Jeliaskov. Windje tegen in de lucht. Toch de lange Gullit. Hiddink, bal moest omhoog. Buitenspel dreigde. Erwin Koeman. Goed ingeschoten zeg. Prima ingeschoten. Erwin Koeman. Wijnstekers gaat wel naar de grensrechter om te zeggen dat het buitenspel moet zijn geweest. Maar ja, in ieder geval schiet Erwin Koeman die bal uitstekend in. En geeft de grensrechter die thuis, zodat het in de 41ste minuut van de wedstrijd 1-0 voor Groningen is. Koeman en McDonald. Erwin Koeman, prima. Bleuming. Sørensen. Birkendaal. Mulder. McDonald. Koeman. Links gaat Anne Mulder. Die trekt het gat. En Koeman heeft aan de ruimte om te schieten. Wat een fantastisch doelpunt. Let vooral op Anne Mulder met nummer 5 daar. Kijk, die trekt naar de buitenkant. Waardoor Koeman zomaar vrij kan richten. 2-1 voor Groningen, 30ste minuut. Met de ogenschijnlijk weinig fitte been, derde van rechts. De vrije trap is van Koeman. En de bal ligt er dus heel mooi in. Dat is een hele mooie. Over de muur. Onbereikbaar voor Hiele. 1-1, 44ste minuut, eerste helft. McDonald. De kop. Kans op een uitbraak. Schoenhaken voorkomt dat. Van Dijk. Goed. En dan Erwin Koeman. Weer geen buitenspel. Weer kan hij alleen op Hans Gallier af. En dit is hem. 1-3. Erwin Koeman. En het is duidelijk dat met nog 12 minuten te gaan Han Berger en zijn mannen blij zijn. Want de winst lijkt binnen en Berger besluit de zaak achterin helemaal dicht te metselen. Door Karel Hiddink als extra verdediger in de ploeg te brengen. Terwijl u nog eens kijkt naar de derde kans die Erwin Koeman in de tweede helft krijgt. En dan is het wel raak. 1-3. De eerste keer Sion tegenover de nieuwe man. Faber. Sion. Faber wint. Althans, daar is hij mee bezig. Gal. Vink. Net niet. Koeman. Groningen is, als het op felheid aankomt, sterker. Kans, Koeman. Bombard daarmee voorin. Lastig ook. Desondanks, prima doelpunt. Want dan moet je toch prima het overzicht bewaren als je uit zo'n hoek de bal er goed inschiet. Erwin Koeman met een doelpunt in de 36e minuut. Deze Koeman is heel belangrijk op dit moment weer voor FC Groningen. Erwin Koeman. Hey,
Een vrije trap voor Groningen op de bijna identieke plaats als waar Nielis voor PSV scoorde. Nu Koeman met links. Ook lang niet gek. Sterker, het is weer 2-1. Onwaarschijnlijk. 13 minuten staan er op de klok. Er zijn 3 goals gemaakt.